Prabin Permisser, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zal de rijstsector nauw betrekken bij alle te nemen beleidsmaatregelen binnen deze sector. Deze belofte deed de minister op 24 mei te Wageningen aan boerenorganisaties, de districtscommissaris en andere diensthoofden tijdens zijn bezoek aan het Pomgemaal. Het is een werkbezoek aan Wageningen nadat wij intern eerst de zaken op een rijtje hebben gezet. Weet het Pomgemaal van Wageningen speelt een hele belangrijke rol in de kolom van rijst. De watervoorziening is van eminent belang. En de garantie dat water er is, dat was er niet. Er is een project wat loopt. En daar hebben we eerst intern gekeken en alles gematcht. En we hebben een nieuw programma gemaakt, een nieuw schedule gemaakt. En daar zijn wij dan ook op bezoek gekomen naar het Pomgemaal te kijken. Vanmiddag waren we ter plekke. En dan vanmiddag, met u ziet het ook, is goed opgekomen uit de sector. De mensen hier, alle relevante groeperingen waren hier aanwezig. Dat wordt plan goed met hen doorgenomen. En u bent er getuige van geweest dat het goed ontvangen is. Maar waarbij ik benadruk heb dat wij allen met z'n allen voor die grote uitdaging staan. Er zijn heel wat zaken wat aangepakt dienen te worden. Laten we daar bewust van zijn. En dat kunnen we alleen maar op de volgende manieren. 1. We zullen gezamenlijk moeten optrekken. We gaan in een harmoniemodel moeten optrekken. We zullen iedereen daarbij betrekken. Want als de partijen niet actief participeren, gaan we niet het gewenste succes hebben. Dat is 1. 2 is dat we niet in een hand omdraai alles gaan kunnen verbeteren. Dus dat we met elkaar in een goede communicatie ook de prioriteiten van de zaken moeten aangeven. Kortom, een stappenplan, een volgorde wat we moeten aangeven. Het is belangrijk als die boeren goede prijzen krijgen, van die prijzen. Want al geven ze water en krijgen ze geen goede prijzen. Het is natuurlijk wel belangrijk, maar ook belangrijk is dat ze goede prijzen krijgen. En waarom moeten ze goede prijzen krijgen als jij dus dan de kipimport, die invoerrechten nog verhoogt, zoals het in de Caribische landen is, en je laat de rijstimporten die uit alle soorten landen, rijst in het land komt, stoppen. En je moet de grondstoffen waarmee ze voer maken, moet je dat ook gaan beperken. Zodat je de binnenlandse industrie, in de bijzondere rijsector, stimuleert, zodat die producten naar de veevoer gaan en dat ze dus dan betere paddyprijzen krijgen. En zodra je betere paddyprijs krijgt, dan stimuleer je de boer, dan maak je de boer blij en dan krijg je meer productie. Wat gaan we structureel met elkaar afspreken? Want we kunnen vandaag over 3, 4, 5 problemen praten, de komende dagen over 5, 6, 7 problemen. Maar wat de grondhouding moet zijn, dat we met elkaar in georganiseerd verband in overleg blijven. Ja, toch? Afhankelijk van de problematiek zal ik mijn collega ministers, want LVV staat voorop, maar voor een aantal zaken zijn we ook afhankelijk van andere departementen. Ja, toch? En dat hebben we met elkaar afgesproken en dat gaan we ook doen.